Nijs, Nijs en nog eens Nijs. In het Saarland draait het allemaal om en rond Sven Nijs. Alsof er geen andere jongens aan de start staan. Op de eerste rij onder meer nog Dlask en Mlinar uit Tsjechië. En ook Groenendaal en Franzooi. Vier Belgen op die eerste rij. Nijs van Tournoot, Verstekke en Van Oppen. Wel eens een Komijn op de tweede rij. Arnouds op de derde rij. En we zijn vertrokken. Heel belangrijk die start. En kijk naar dat pelletje. Er liggen serpenten onder dat pelletje sneeuw. Het komt erop aan om heel behoed die eerste halve ronde af te leggen. Ja, allerbelangrijkste is nu proberen in het veld te geraken. Maar je ziet, het zie je wit, dus niemand is gerust in de zaak niet meer. En Nijs daar al als een imperator op kop. Ik zie Verstekke daar op de circa derde, vierde rij. En Komijnen ook altijd behendig op dit soort omlopen. Goed aan de binnenkant bocht, die glipt nu voorbij Sven Nijs. En gaat als eerste de sneeuw- en ijszone in. Renaat. Ja, ze gaan op weg naar die tent en kijken wie er het best gestart is. Het is een Zwitser op kop, dat is een verrassing. Zwitser met nummer 28, dan Komijnen, dan zien we Nijs, dan zien we Dlask, dan zien we Verwekken, dan zien we even kijken. Ja, de rest van het pak, Michel, door de tent nu. Het is Preslauer, die heeft het nummer 28. Zoek niet naar Heulen, die heeft hier op training zijn knieschijf gebroken. Dus Preslauer blijkbaar goed in zijn sas op ijs en sneeuw. Zwitserland, weet je wel, daar heel goed gestart. Ik zie heel veel lichte blauwhemden vooraan, dus de Belgen in pak goed weg. Ja, het is toch afwachten, dus dat beetje sneeuw dat er daarnet uitgevallen is, dat is toch wel een beetje ongerustheid. En het zal toch wel echt een hele ronde duren voordat ze er echt vol tegenaan kunnen gaan. De onzekerheid, je weet wel. Preslauer en dan Komijnen, dan Sven Nijs, dan Dlask. Ook altijd uitstekend op de gladde toestanden. Iedereen van de fiets daar toch op problemen voor Franzooi. Die geeft daar een kwakje aan Verwekken. Ja. De Bartwell is niet zo heel goed gestart. Daar circa 11e, 12e positie. Ook Gadré nog net na Welles. Hier een paar van de Nederlanders. Groenendaal ook slap weg. Ja, ze zijn toch allemaal mee. Dus 12e positie, dat is natuurlijk niet perfect. Maar je ziet dat alles kan nog rechtgezet worden. Zoiets. Het is nog maar de eerste ronde nu. Hè. En even bijsturen, want Groenendaal toch een beetje beter weg dan ik dacht. Ik dacht in 6e of 7e positie. En hier is Preslauer, een stuntman. Het zal niet zo heel lang duren hoor. 8 Belgen in de top 12. Dat is dus voortreffelijk. Het moet er maar aankomen dat we hier uiteindelijk eens prijs gaan rijden. En dat we straks op het podium kunnen krijgen. Daar krijgen we een eerste versnelling. Dat is snel. Dat is rap natuurlijk. De werken van Nijs. Dat is wel zeer vroeg. Ja, maar ja, een zeer groot mes. Je zit natuurlijk op de plaats daar. Hè. Dus je kunt alles onder controle houden. Maar Komijnen ook sterk. En niet verwacht. Van Tournoot. Die zou, als hij dat al wil, het gat kunnen laten vallen, maar dat is nog wat vroeg. Hè? Dat is nog wat vroeg. Het is toch wel apart geworden, het parcours. Dus ter straks vlogen ze hier nog naar beneden. Nu is het toch remmen totdat ze beneden zijn. Komijnen in zijn sas, in technische toestanden. Straf, want hij heeft afgezien op training. Er is tegen moeten gepraat worden. Hij vertrouwt het parcours niet, durft niet naar beneden. Renat. Ja, ze komen onze neus voorbij met Komijnen. En dan wel de kaartje. 5 meter achter stad voor Van Toeren. Preslauer, Verwekke, Van Oppen, Ausboer, Pospisil. Dlask moet ik zeggen. Franszooi natuurlijk. En dan de rest van het pak. En Welles, ja, die heeft de start gemist. Die zit in ongeveer 20e positie. Davy Komijnen uitstekend natuurlijk in hoogrijden met een tweede plaats. Weliswaar op achterstand van Sven Nijs. Die daar torenhoog boven de rest uitstak. Wat is dat voor een renner geworden op een paar weken tijd eigenlijk. We wisten dat hem iets kon, maar nu is het pas echt een uitkomen. En talent dat de rijpingstijd nodig heeft. Moeten we niet vergeten, het is nog altijd de eerste halve ronde en het tempo ligt niet zo ontzettend hoog. Het is een verkenningsronde. Dat mocht je wel zeggen. Dus het is enkel en alleen te wijten aan dat beetje sneeuw dat erbij gevallen is. Anders zouden ze direct zeggen van, we hebben er zo op getraind, we weten hoe hard dat we door de bochten kunnen gaan. Maar nu afwachten, aftasten. Komijnen, Nijs, ook Van Tournoot. En dan nog altijd die Preslauer die daar nog mee naar boven klautert. En de lange Verwekken. En ook Van Oppen met het nummer 7. Nijs heeft het druk nummer 5. Ze zijn op die manier makkelijk herkenbaar. Ja, het is dus overduidelijk hè, dat er, zoals hem gezegd heeft, de stress heeft op mij geen vat gehad. En anders zou hem daar nu al niet hangen. Je mocht er zeker van zijn, we gaan koers zien. Het is het lastige stuk. Dat is het stuk na de trap. Dan krijg je nog een helling, een stuk vals plat. Je ziet dat Komijn nog altijd aan het wiel plakt. Dat ook Van Tournoot nog altijd uitstekend mee is. Dat die Preslauer toch wel een gat moet laten vallen. En dat Verwekken dan wellicht uit zijn pijp moet komen om mee te glijden. Het is een WK voor profs, dames en heren. En de Belgen zijn daar waar ze moeten zijn. Ik zie dat Dlask ook nog altijd goed meeschuift. Ik zie ook Cadré of Mouret opschuiven van de Fransen.
Ja, Van Moppen in de positie. Ausboer, die hebben we hier op training prachtige dingen zien doen. Ja. Wim Jacobs, Arnouds en Bart Welles. Als allerlaatste van het pak van de Belgen. De Knecht. En hier Wieland van Gils, de wat lang opgeschoten Nederlanders die het af en toe wat lastig hadden op training. Dat hebben we duidelijk gezien. En hij is weer op kop. Heel even slippen, bijsturen zeg maar. Voeten in het pedalen. En dan toch maar hopen dat ze van pech bespaard mogen blijven. Totaal verschil tussen de twee. Sven met de twee voeten volledig in het pedaal. Komijnen af en toe toch een beetje onzeker. Technisch meesterschap. En hij gaat daar wel op de trappers lopen. Komt daar vinnig uit de hoek. Heel even in vertraging bekijken de techniek van Nijs. Ja, perfect. Hè. De voetjes, houten voetjes in de oog. Dus die blijven totaal sturen gewoon met het achterwiel. Zag je hem corrigeren? Jawel, jawel. Jawel, je kunt de speedway laten doen, zo'n jongen. En nu benieuwd wat dat volgende beeld oplevert. Klein beetje verschil. Een lengte of 4-5. Het komt er vooral op aan hier bij het relanceren om wat afstand te nemen. Renaat. Binnenrijden van de materiaalzone en Nijs met de versnelling. Hij probeert een gat te slaan en dat lukt behoedzaam door die bocht. En dan is de voorsprong op Komijn een tweetal seconden. Dan van Toerenhout, Preslauer, Vervecke, Franssoy, Van Moppen, Ausboer. De Knecht nog altijd goed mee. Glask, Gadre, Wacobs, Franssoy. En dan verderop kijken we. Hier komt dan Bart Welles voorbij. Bart Arnouds gegaan op 16 seconden van Nijs. En kijk, Komijn is naar dat achterwiel van Sven Nijs toeschieten. Ja, we krijgen nu twee Belgen voorin. Trekt niet door Sven Nijs, nog niet. Hij weet eigenlijk hoe laat het is. Hij is weggereden op plaatsen waar niet moest getrapt worden. Dat is overduidelijk. Hij is vandaag sterk. En ziet Van Toerenhout nu ook dichterbij komen. We krijgen drie Belgen voorin. Dan nog altijd die Dekselse Preslauer. Ook Franssoy nog altijd goed mee. Ook Ausboer en Glask. Daar zien we Wim Jacobs. Het is en het blijft wachten op Welles. Ik dacht dat hij er net aan kwam. Hij kwam eraan, dus maar hij schuift niet op. Dat is het probleem. Is net nu voor Bartje Arnouds geschoven. Dat wil zeggen twee plaatsjes winst, maar wel 300 meters gereden daarvoor. Dus dat is mager. We krijgen een samentroeping vooraan. Eerste ronde afgelegd in 6:02. Dat is dezelfde tijd als die van de belofte gisteren. Ja, maar ja, de tijden spelen minder rol. Dus het is het wereldkampioenschap. De weersomstandigheden zijn anders, hè? Dat is zeker. Er sneeuw eruit gevallen. Terug wat gladder. Maar je ziet toch dat ze scherp staan. Hè? Het is niet helemaal vergelijkbaar met een gewone cross. Dat is niet met een wereldbekercross. Ze kunnen dan allemaal een beetje meer, weet je wel. Als het een WK betreft, kijk eens samen plakken. En groot zijn van Komijn. Hij deed net met het handje teken tegen Sven. Blijf nog even zitten. Pak mijn wiel, ik rij wel door. En nu weer naar de hindernissen. Nijs los van de fiets. Geen risico's nemen. Daar zagen we de vrouwen vanochtend stuntelen. Hier gaat dat voorlopig goed. Van Oppen wil naar voren. Bij Jacobs gaat dat iets moeizamer. Daar komen nu Welles en Arnouds. Ja. Arnouds die hier niet echt de omstandigheden vindt waar hij van houdt. Dat is toch al een klein beetje verschil. Hè. Dus ze zitten aan de balken en de anderen waren al naar beneden aan het rijden. Dat spreekt het toch al over 10 secondjes. Hè. Welles in 15e positie. Kijk naar de handigheid waarmee Nijs zijn tuig over het ijs manoeuvreert. Maar ook Komijnen heeft dat nog maar eens. En Vervecke, als je wil winnen, daar moet je vanaf. Ja, hij is er nu bij, dus hij zit bij de vier eerste. Franssoy. Van achteruit, er doen dus ook nog buitenlanders mee. Kijk naar de gemiddelde rondetijd in deze omstandigheden, bijna 28 per uur. Het gaat razendsnel. Franssoy die serieus doortrekt. In de Azzurri-trui, de man van Lampre. Komijnen plakt aan het wiel. Belgen nog altijd sterk in blok. Van Toerenhout is opgeschoven naar het wiel van Nijs. Nog eens het sprongetje van Franssoy, de wereldkampioen van 2 jaar geleden bij de belofte. Ja. In Monopoly, de man uit Mestre. En Komijnen direct een tandje bij. Direct naar het wiel van Franssoy. Van den Berg is ook nog altijd uitstekend mee. En Camille Augsboer die vindt hier omstandigheden echt naar zijn bek. Ja, op trainingen was dat overduidelijk dat die jongens de ondergrond beheersen. Dus als ze het hier niet kunnen, ja, dan zijn ze echt niet opgewassen tegen de kerels van bij ons. Door de materiaalpost. Op naar een volgende technische zone. Ja,
we zullen het nooit niet weten of dat bewust was. Ze hebben iemand eigenlijk in de materiaalpost gereden. De vraag is, was het bewust of niet bewust? Renat. Ja, Nijs met de wissel. Fransoy op de trap ondertussen met Komijnen, Van Toerenhout, Vervekken, Van Noppen, Alsboer, Van den Berg die een plaatsje probeert op te schuiven. Moeret, de Fransman en dan de rest. En ja, hier moet Sven Nijs wat meters goed maken. We gaan het uitvissen of het een geplande wissel was, Michel. Ja, en ik zie dat Komijnen daar even moet bijschakelen, omdat hij daardoor een klein gaatje moet laten aan Fransoy. Ja, en ik zag dan een andere Belg naar voren schieten. Natuurlijk gemerkt dat Nijs daar de materiaalpost in moest. Dat is Van Oppen. Ja, natuurlijk. Sven heeft zeker 6-7 plaatsen verloren met dat manoeuvre. We zullen het dus niet weten. Hè. Het is als een kanijnenval, zeg maar. Daar is hij. Ja. Daar is hij. Dat is op een 5 seconden van de kop van de koers. Welles zit nu bijna aan het wiel van Nijs. Is opgeschoven voorbij Groenendaal en Co. Dus laten we maar concluderen. Materiaalpech voor Nijs. Of misschien, het is daar zo moeilijk. We hebben er al een paar keer bij stilgestaan bij die post. Ze zijn daar nu voor de eerste keer met 6 gelijk door de bocht gegaan. En Sven is binnengedoken. Renat. Ja, bevestiging van die thesis van materiaalvak. Lek gereden achteraan, dat was het probleem voor Sven Nijs. Het zal je maar overkomen, hè. En waar zit hij? Mag zich nu niet brutaal opblazen, daar heeft hij voorbij. Van Oppen die wacht niet, die denkt hier ligt onze kans. Nijs moet dat nu ontspannen doen. Komijnen nu in 5e positie, achter Vervekken. Een wereldkampioenschapsrunner bij uitstek. Moeret ook goed mee. Hier Preslauer, stilaan wat wegzakkend. En hier Bart Welles. Aan het wiel van Bart Welles, Ryan Traben. Dat is een mountainbiker, een Amerikaan. Ja, je zult zien. Dus geen ene keer lek gereden. Misschien op een heel jaar in het WK. Op training zelfs niks gemankeerd. Nu in volle koers patat plat. Maar ik denk wel dat Nijs daar tegen opgewassen is tegen zoiets. Deze mannen hebben materiaal in overvloed. Van Oppen. Fransoy. Van Oppen ook een man met stuurmanskunst. 1, 2, 3, 4, 5 Belgen in de top 6. Daar Nijs. Meen aan het wiel van Dlask. In de positie. Ja, kost toch wel wat energie, wat krachten. Moet vooral ook rustig blijven in het kopje. Ja, dat is nu het belangrijkste. Hè. De vraag is, er verschil tussen zijn allerbeste fiets of zijn tweede beste? Anders moet hem nog een keer in de pits. Van Toerenhout zagen we door het beeld schuiven. Die is in elk geval goed vooraan blijven postvatten in 3e positie, Renat. Ze flitsen door de materiaalzone met Van Oppen. Fransoy dan in het wiel, dan Van Toerenhout, Vervekken, Moeret. Komijnen, Ausboer, Van den Berg nog altijd. En dan zoeken we naar Sven Nijs en dan blijft het wat wachten. Ja, is hij al voorbij? Hij is al voorbij. Maar het is toch een inspanning geweest, Michel. Ja, maar dat is er nogal overkomen. Denk ook maar aan de cross in Hoogrijden van vorige week. Ook daar was hij niet echt super gestart. En moest dan een gat van een goede 15 seconden overbruggen en deed dat dan uitstekend. Ik zie ook echt dat er hier niet echt super tempo gemaakt wordt. Nee. De juiste man op de juiste plaats, zullen we maar zeggen. Van Toerenhout houdt de deur volledig gesloten. En eigenlijk is het niet aan Erwin voor nu al te gaan. Dus hij is een afwachterke, een finale rijerke. Het is niet aan hem van nu gaan te rijden, want dan verliest hem alle kansen misschien. Hij is binnenkant toch naar voren. Ja. En wel als nu. Het zou me niet verbazen dat Nijs hier zo meteen straks bij de eerste 3-4 weer naar de volgende hindernis duikt. Daar zit Van Toerenhout en daar de man met de nummer 5, inderdaad Nijs. Ja. Rondetijd 6:14, dus trager dan de eerste, 12 seconden trager. Op naar de passage in de tent. En open tent, dames en heren. Het is eigenlijk een tunnel, hè? Een galerij. Die piste kwam als geroepen natuurlijk. Sven kwam erbij, onmiddellijk gebruik gemaakt van het hele brede gebeuren en ineens naar voren geschoten. Rijdt een Amerikaan, Jonathan Page, helemaal vooraan in de cross. Het zijn vreemde omstandigheden. Hè? Blijkbaar kunnen die Amerikanen daar wel mee overweg. Page is op een besneden omloop aan een Amerikaans kampioen geworden. Ja, wel, alles wat raar is moet je rekening mee houden. Dus dan gebeuren er vreemde tafereelen. Renat. Wie had dat gedacht? Rudy Dubie, Page op kop in deze fase van de cross. Ja, heel raar. Het is niet de eerste maal dat Page eerst sterk is in de aanvang van een wedstrijd. Maar ja, dit is wel het WK. En het is ook door de omstandigheden eigenlijk. Niemand wil echt over de limiet gaan, niet die extra risico's gaan nemen om toch een valpartij te vermijden. En even afwachten en gewoon wennen aan het parcours. Dankjewel, Rudy. Dat is wat we ook gezien hebben bij de belofte, waar uiteindelijk het kaf van het koren geschud werd. In de 5e ronde, het begin van de 5e ronde, dat wil zeggen precies half cross. Deze mannen rijden een uur. We gaan dus zo meteen weten, einde van de 2e ronde, hebben we achter de rug, hoeveel ronden in totaal moeten afgelegd worden.
Ook Van Toernout is een meester op gladde toestanden. Jawel, jawel, jawel. Dat hebben we overduidelijk mogen van genieten op training. En wel eens schuift op. Schuift enorm op. Op naar de volgende helling met Jonathan Page op kop. Zijn Van Toernout goed aan het wiel. De spanning zit er in elk geval nog goed in. Van Toernout, die hebben we een paar keer in het hotel ontmoet. En die oogt bijzonder scherp. Ja. Kijk hem meegaan met Franzooi. Het is niet simpel. Het is echt koersen in de koers zelf. Elke bocht is belangrijk van posities. In elk geval, het is voorlopig nog geen one-man show van start tot finish. Zeker niet. Er moeten in totaal 10 ronden afgelegd worden. Dus bij de volgende passage nog 7 stuks. Nu nog ruim 8,5. Franzooi die kijkt naar zijn materiaal. Hij is die de neus optrekt. En de man met de groene helm is Bart Welles. Je ziet hem ook opschuiven. Geef groen. Is dat een voorteken? Dit is Gadré. Bij normale omstandigheden moet dit parcours hem liggen. Die heuvels, weet je wel. Het parcours doet een beetje aan dat van Vossum, denk ik. En daar won hij. Dan krijgen we hier Mouret, de Franse kampioen. Verrassend Frans kampioen. Nog eens die overgang van Van Toernout met Franzooi binnenkant. Vervekke doet waar hij uitstekend in is volgen. Ja, positie kiezen kan hem, hè. Renaat ook. Ja, Franzooi die is de pits binnen gegaan. En dat kost toch wat posities, dat zien we telkens opnieuw weer. En nu op de trappen met Mouret, Van Toernout. Dan zien we Nijs in vierde positie Vervekke. Wel eens Franzooi toch goed stand houden. En het hele pak, het is ongelooflijk met hoeveel volk ze nog samen zitten, Michel. Ja, maar toch is dit parcours lastig genoeg om straks voor een schifting te zorgen. Het gaat wat langer duren. Er wordt hier, gezien de omstandigheden, wat meer voorzichtigheid ingebouwd. Ik denk dat dat de reden is van dat samentroepen. Ja. Kunnen ze wel rapper rijden? Dat is de vraag. Er kan nog wel iets bij, maar niet veel, want dan gaat het tegen de grond geraken. Dat is wat Nijs me gisteren nog vertelde. Even gaan polsen, hoe zit het ermee? Ja, het probleem is dat ik wel rapper wil, maar dat ik wellicht niet rapper zal kunnen, omdat ik dan over de limiet moet gaan van de veiligheid. Aanval, aanval. Van achteruit. Ausboer. Nee, nee. In ieder geval een Tsjech. Lijkt me inderdaad Ausboer of is het Slamalik? Ja, het is Slamalik met het nummer 18. Martin Slamalik, vorig jaar derde op het WK voor belofte. Direct Nijs in het wielen. Ze hebben dus dat ijsgevoel, hè? Dat zag je dus ook gisteren bij de belofte. En wel eens, gewoonlijk heeft hij een wat moeilijk en wat dwaze fase in het begin van de wedstrijd. Daar is hij nu overheen, hoor. Ja, maar hij zit er terug tussen, hè. En het voordeel is, je kunt niet vol het rijden. De snelheid is iets minder. De superkracht hoeft je niet te hebben. En dan kunnen we er toch wel bij tellen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met die bijkomende sneeuw. Dat pelletje waarbij een aantal dingen plots onzichtbaar worden. En dan zie je de uitstekende keitjes niet, want die liggen er, hoor. Je ziet het ook niet op het beeld, maar het parcours ligt er asje slecht bij. Jawel, hier wel. Hier zijn sporen. Gaat er maar van op aan. Je kunt het bijna niet zien, maar je zou schrik krijgen om er met de voeten over te gaan. Kun je je voeten omslagen. Kijk naar de behendigheid van de man uit Baal. Hoe hij dat allemaal heel goed opvangt met die onderrug. Aan deze Preslauer uit Oostenrijk hebben we niet veel. Tenzij je echt wil weten dat hij Oostenrijks kampioen is. Ik denk dat Nijzer daar nu weer een snok aan geeft. Ja, ja. En natuurlijk rekening houden we verschillende situaties nu. Dus Rabo, je moet er voor op je hoede zijn. Het is een tweede. En wel eens in tweede positie. Aha, Renat. Ja, kijken of daar verschillen geslagen worden. Maar niet echt, Michel. Een meter of 5 meer is het niet. Nijs dan wel eens de grote twee op kop nu. Van Toernout die zijn tong uitsteekt. En dan kijken, Franzooi vierde. Dan zien we Vervekke. Dan zien we Mouret. Dan zien we Peche nog altijd goed mee. Komijnen nog altijd op de voorposten. Van Moppen om ongeveer tiende positie. Gadré is aan het opschuiven. Ausboer, zo rijden ze de materiaalzone door, Michel. En we komen weer naar de piste. Einde van de slipper. Slipper van Toernout. Maar direct hersteld. Niks gebeurd. Nijs, wel eens. Van Toernout op 10 meter. Zou het voor vandaag al zijn, dat grote duel, waar we eigenlijk al naar uitkeken voor volgend seizoen. Prachtig, hoor. Prachtige beelden. Eindelijk, zullen we zeggen. Ja, maar daar hangt daar nog een trosje aan, hoor. Kijk, ze komen. Dat moet die Slamalik zijn. Dan toch een bres. Nijs merkt dat. Kijkt in de smikkel van Welles, vraagt overnemen. Die zal dat niet meteen doen. Elleboogje ging. Maar de reactie is duidelijk. Pak niet over. Van Toernout ook mee. Komijnen gooit de bril af. Hier Van Oppen. Gadré, die pompt Slamalik. Stevige kerel. Rondetijd 6 en 8. 1, 2, 3, 4 Belgen in de top 5. Oh, weer een slippertje. Oh.
bijna een valpartij van Bart Welles. En ik dacht dat hij wat problemen heeft om die ketting weer op de juiste plaats te leggen. Renaat? Ja, voor wie mocht er nog mocht hij geloven. Ja. Probleem voor Welles. Probleem voor Welles. Verdomme. Welles staat stil in de tent. Stil in de tent. Toch. Daar moet je dus altijd rekening blijven mee houden. Daar nog eens de slipper. Ja. En dan zie je hem kijken naar zijn achtersteven. Ja. En op die manier... Er was een beetje gedrum en hij wil toch nog absoluut eigenlijk zijn positie behouden. Hij gaat helemaal linksom en daar schuift hem uit. En tot gevolg zijn ketting, een probleem met de ketting. Op die manier uitgeschakeld? Zit er dik in. Het was niet hersteld dat het beeld wegging, was het nog altijd niet hersteld. En de groene helm is nog altijd niet in zicht. Nee, en ik zie hem daar ook nog niet. Nog niet. Ik zie Wim Jacobs komen, dan had geen groene helm. Een catastrofe. Hier van op. Er zijn er zeker al 25 gepasseerd en Welles is nog altijd... Daar is hij. Ja. Gelijk een zot kwam hij uit een bocht nog, maar hij is wel ver achteruit geslagen nu. Hoor. En hier is nog niks uiteengeslagen. Dat is de belangrijkste vaststelling tot dusver. En we zijn toch al 20 minuten bezig. We hebben een kopgroep van 9 man. En Nijs is aanval weer Nijs. Aanval Nijs. En dan zou Van Toer nou toch moeten zeggen, ik laat nu een gat vallen. Als hij slim is, als je nog zo jong bent. En dat je zo'n wereldploeg, naar zo'n ploeg mogen gaan hebt, dan zult je toch moeten denken van... Ja, maar kijk hem eens sleuren, kijk hem eens trekken. Amai. Ook op het grote blad, hoor, het grote mes. Maar ja, we hebben het gelezen. Eerst voor mezelf, dan voor mijn land, dan pas voor mijn ploeg. Ja. Kijk nu heel even om, lijkt dan toch een klein beetje te plafonneren. Je zal misschien wel denken van, oh, die Nijs is te sterk. Ah, daar komt ook aan de afdaling aan, dus moest hij wel wat gas terugnemen. En vooral toch ook controleren, zien wie er uit de achtergrond komt. Vervekken is nog mee. Dit is de derde poging van Sven Nijs. En voorlopig is het succes nog niet geweldig. Ja, maar deze is een serieuze lelle. Dat zie je. Het zijn overal gaten, dus ze hangen niet meer aan elkaar. Drie Belgen. Nijs, Van Toernout, Vervekken. En dat allemaal in de vierde ronde, dames en heren. Niet vergeten, we zijn nog niet eens half cross. Zlamalik is de man in vierde positie. Dan Mouret. Hoeft te gebeuren met Bart Welles natuurlijk. Jammer. Komijnen is zevende. Maar laten we hem nog niet volledig afschrijven. Ik heb de indruk dat Welles goede benen heeft. Hij kan nog veel plaatsen, veel terrein goed maken. En wordt nu gesignaleerd op 15 seconden. Hier komt nu Komijnen met Frans Hooy. En met Jonathan Page. Eerst zien natuurlijk de groene... Hier Dlask. Helm. Daar zagen we Van Oppen. En ik zie hem nog altijd niet komen. En hij is nog altijd behendig over al die toboganetjes. En Renaat. Wel eens 24ste, nu een beetje stuntelend op de trappen naar een wissel in de materiaalzone. Op bijna een halve minuut, Michel. Dat is ver. Dan heeft hij inderdaad nog een pak terrein moeten prijsgeven. Ja, dat is moeilijk. Op dit terrein, een half minuut, een wereld van verschil. Ja, dan moet er al echt getreuzeld hier worden of het is voorbij. Het wereldkampioenschap is voorbij als er niet getreuzeld wordt. Ik stel vast dat Nijs hier niet voldoende tempo kan maken om de rest af te schudden. Of wil hij dat voorlopig nog niet? Dat zit er natuurlijk één op vinkenslag, hè. Op plaats nummer 3, hè. Erwin Vervekke. Dat is een kerel waar je niet mee naar de meet moet gaan. In het geval van Sven Nijs dan, ook al is dit wel een speciaal spurtje. Mouret is mee en ook die verrassende Zlamalik. En dan het groepje met François en Komijnen. Ja. En dan Gil. Hier ligt het stil. Ja, het is wachten op een volgende prik. Ja, maar natuurlijk, hij heeft zoveel kwaliteit in het bergafrijden. Is daar een paar keer weggereden in bochtjes waar hij niet moet getrapt worden. Dus waarom zou hij het nu gaan doen? Van Oppen zit wat ver. Hij zal hem nu wel opendraaien, de gas. Hou maar eens in de oog. Het volgende beeld is hem terug aan het wegrijden. Hier is Gadré. Lap. Het is altijd op die technische stukken waar veel vaardigheid vereist wordt dat hij inderdaad een tussenversnelling plaatst. U zag hem ook anticiperen, wat bijschakelen, komt een hellinkje aan. Ja, en vergelijk deze plaats maar mee net waar de koeien bij elkaar komen om te eten. Zo erg is het daar gesteld. Dit zijn de fragmenten in de koers waar hij zijn technisch meterschap kan ten gelde maken. Maar kijk eens ook naar die Van Toernout, hoe flitsend hij door die binnenkant van die bochten glipt. En hij blijft ook sprintjes uitpersen, wil Nijs niet zomaar laten gaan, hoor, Nat. Ja, de oorzaak van de materiaalproblemen voor Bart Welles voorlopig onduidelijk. De mechaniciëns weten het nog niet. En Welles die riep achteraan, misschien iets met de rem. Ondertussen nog altijd vooraan. Nijs die het tempo bepaalt, Van Toernout die niet past. En ook Komijnen die een fantastische wedstrijd rijdt.
En naarmate de wedstrijd vordert, gaan de zenuwen toch een beetje in het zenit geraken. En het kopje misschien ook wat gaan dichtslippen. Amai, wat is dat hier? Ik raak er niet vanaf. En toch kan hem sneller aanzetten. Dus hij kan een halve seconde eerder terug op de trappers gaan staan als de rest. Op termijn gaat dat toch een pak winst opleveren. Zag je die beweging met het kopje? Heel even zo van nee schudden. Hoe is dat niet mogelijk? Ze blijven volgen. Ze en dan is het nog mijn ploegmaat die weer dat gat niet rijdt. Ja, maar dat zou hem natuurlijk parten kunnen spelen. Aan de ene kant zou te zeggen onverklaarbaar. Als het spelen is het kassa. Van Tournout rijdt voor eigen rekening. Ik wil zo ver mogelijk mee. En als het op een sprint aankomt. Never know. Daar komt Mouret. En Lamalik heeft een klein beetje moeten passen. En ze praten tegen elkaar, de Rabos. Renat. Ja, in de materiaalzone was de achterstand van Bart Welles opgelopen tot iets meer dan 30 seconden. 26e positie in het wiel van Richard Groenendaal. Kijk hoe het veld hier nu toch stilaan uiteengeslagen is. Maar het gaat veel meer moeite kosten dan men kon vermoeden. Hier de passage door de tent. En wel eens gepasseerd op 26 seconden. En ze hebben Vervecken op kop gekregen. Om te remmen weliswaar. Ja, dat doet hij dan meestal, hè. Heel voorzichtig, ook Nijs voet los op naar de volgende lastige passage. Zoals je ziet, ze komen en ze blijven komen. Hergroepering. Het zal een tactische aanpak vergen. Ze er zomaar afschudden, dat lukt niet. Hier is die Ryan Trabben nog. Wie had dat durven denken? Vervecken. Van Tournout. Van Tournout komt. Mouret, Komijnen. Van Oppen speelt weer mee. Dan Slamalik, Frans Hooy. Gadres schuift een beetje op. Peets nog altijd. Hier zien we het Lask in het spoor van Trabben. En ginds komt Bart Welles. Daar is hij bij. Met Wim Jacobs. Is iets gezellig terugkomen. Van 26 naar 18. Hier Lask. De zilveren medaille in Tabor 2001. Toen naar Vervecken. In dat fameuze sprintje, weet u dat nog? Het kwam niet echt tot een sprint omdat de Klerk toen nog zijn fiets breed wist te zetten op de trap. En daardoor Lask eigenlijk een beetje verhinderde de tred van Vervecken te volgen. Van Tournout heeft het terug op gang geschoten, de aanval. Dus vier Belgen zijn er nu lichtjes voorop. We gaan ze zo meteen opvangen. Stil. Stilgevallen. Opgelet, daar komt er eentje van achteruit. Dat is die Zamalik weer. Ja, het is dezelfde. Het kan dus inderdaad sneller. En Van Oppen die meegaat. Ik denk dat het geloof bij de andere Belgen met de hectometer groeit. Hier is Lamalik, Struizenvent. Was eigenlijk in het begin van het seizoen door de Tsjechische coach Klaucek al wat opgegeven. Vanwege niet echt helemaal betrouwbaar. Liep niet in het lijntje, weet je wel. Maar heeft ferm weten terug te boksen met goede prestaties. Daar de aanval van een powerman. Kijk eens naar die dijen. Ja, ja. Wie had dat gedacht dat die jongens eigenlijk echt in het beeld zouden komen? Het scenario was direct de Belgen er vandoor, maar dit is mooi. We krijgen weer een samentroeping. Frans Hooy rijdt de post binnen. Is dus verplicht te wisselen, dat weet u. Renat. Zlamalik, Van Oppen en dan hier Nijs die nu naar de kop gaat op dit moment. Met Van Tournout, Vervecken, Komijnen, Mouret en Gadre. Peetjes er ook nog altijd bij. Het is ongelooflijk. En kijk, Frans Hooy op de trappen. Bijzonder veel tijd verloren door die wissel. Wat is er aan de hand? Moeten we ook uitwissen, Michel? Wij wachten en wij kijken. En we zien Mlinar, winnaar van de eerste wereldbekercross in Wortegem, Petergem. In de achtergrond. Tom Van Oppen nu naar de kop. Heeft overgenomen van Zlamalik. Ook Tom heeft dat vermogen om recht te blijven op kwade toestanden. Renat. Wel eens bezig aan een bescheiden remonte. 18e op 18 seconden. Ja, dan heeft hij toch al een seconde of 12, 13 goed gemaakt. Het zou wel eens kunnen dat hij nog vooraan verschijnt. Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Daar moeten we rekening mee houden. Maar hij heeft dan toch wel iets geleden. Hè, als je dan zo moet terugkomen. Overleg bij Rabobank. Je zag ze naast elkaar schuiven. Nijs en Van Tournout. Jawel, jawel, jawel. En heel even praten. Hoe zit dat, vriend? Heb je nu nog die superbenen? Laat dat dan eens zien. Jawel, maar ze moeten ook elkaar verstaan. Als het er echt op aankomt, dan moet er gewoon een kaart getrokken worden. Ja, misschien spelen ze ook wel op veiligheid. Bij die vorige demarages
zo lang mogelijk met z'n tweeën blijven, gezien de pechduivel. Jawel, dat weet je dus nooit wat daar verteld wordt. Maar het zou even goed kunnen van we wachten nog één ronde en dan gaan we er echt voor. Dat kan, dat is maar een veronderstelling. Maar zoveel volk nog samen, 9 stuks, dan komt die verrassende Trabben, dan Lask. Onze chrono blijft lopen, er zijn nu 12 seconden voorbij en hier is Bart wel eens op tak, 14 seconden. Ja, dat is natuurlijk goed, hij is aan het terugkomen, maar als het echt terzebiet hier een klon dik tegen zit, dan vermoed ik toch dat hem tekort gaat komen. Kijk eens hoe Van Noppen ook met een grote behendigheid binnenkant bocht gaat. Jawel! Oh. Pas op jongens, zo ga je elkaar uitschakelen. Ja, het had gekund. Hij wou langs links. Dat was een stukje autosport wat we nu zagen. Tegen dat achterwiel aankletsen. En daar gaat Nijs nog eens proberen. Maar ik heb de indruk dat er al wat minder dash op zit dan bij zijn eerste pogingen. Ook een Duitser opzoeken. Hier komt Schwedler. Dat is de Duitse kampioen. Ver in de achtergrond. Met Jesek. En met Weigold, Steffen Weigold. Ze doen hier niet mee bij de profs. Nog eens kijken, Paul. Ja, het is de bedoeling dat hem nu eigenlijk langs binnen door gaat schieten. Maar hij raakt het achterwiel van Sven. En bijna overkop, hè. Ja, op die manier kun je ook een versnellingsapparaat ontregelen. Jawel. Dit is een vinnig stuk voor Sven Nys, hè. En dat opent perspectieven natuurlijk in volle finale. Ja, we zijn weer een ronde verder. Dat is waar. En we hebben een half uur gecrossed. Nys die omkijkt. Wie gaat nu de bres dichten? Renaat. 18e op 15 seconden. Bart Welles en Fransoy. Ja, die eerste wissel die was te wijten aan een lekke band. Van Noppen aan het wiel van Nys. En dan weer van Turnhout. Toch exact op dezelfde plaats als waar Sven Nys een probleem gehad heeft. Dus ik vermoed dat Fransoy daar ook wel op dezelfde plaats platgereden is. We zijn half cross. Vervekken moet een inspanning doen om een bres te dichten. Hier zit Komijnen. En elke keer komt dat tot stand. Gewoon boven zijn ze bij elkaar. Eer dat ze beneden zijn, ligt heel het deelnemersveld uit elkaar. Komijnen is nog altijd podiumrijp. Een vaststelling. Hier Bart Welles op 16 seconden. In een groepje met de Nederlanders. Groenendaal gaat hier geen rol van betekenis spelen. Dat was ook een beetje te verwachten. Wachten op de passage in de tent. De Belgen vooraan. Van Noppen op kop. Vervekke op zijn kousenvoeten. Zonder te forceren, als een sluipmoordenaar daar naartoe. Jawel. Wij zijn half cross, dames en heren, en Vervekke is nog altijd mee. Je weet dan hoe laat het is. Wim Jacobs volgt op 20 seconden. Dit is die Slamalik met Komijnen, met Moeren. Preslauer ook nog altijd. Er zit daar nog volk bij vooraan in de cross, dat je een heel seizoen niet gezien hebt. Ja, dat mogen we wel zeggen. Het is ook zo. En toch zijn die rondetijden snel. Boven de 27 per uur. Komijnen moet zich reppen. En daar komt nu Bartje. Nog altijd op zo'n goede 15 seconden. Allemaal Belgen voorin nu. Het is om een beetje stil van te worden, hè? Amai, ja. Het duurt en het blijft duren. Dus als het nu nog terugkomt, ik kan er echt niet meer in geloven. Het zou mooi zijn, natuurlijk. Het is een beetje vergelijkbaar met de cross van vorig jaar. Toen we eigenlijk in de plaats hadden te denken van Bart Welles. Nu doen we dat eigenlijk een beetje in de plaats van Sven Nys. De grote favoriet, weet je wel. Je verwacht ieder moment dat hij gaat toestaan. Maar dat lukt dan niet. Hij moet zich daar dan bij neerleggen. En dan moet hij een beetje anders met de situatie gaan omgaan. Op deze manier bijvoorbeeld toch nog naar de kop gaan. Dan proberen te demareren, daarvan weg te rijden. Maar dat oogt allemaal wel goed. Maar is het wel flitsend genoeg? Dat is natuurlijk de vraag. Dus van het moment dat het tempo omhoog gaat, moet je er ook rekening mee houden. Van, gaat het niet erop? Gaan we vallen? Gaan we niet vallen? Toch krijg je dan iedere keer weer wat gapingen. Moest herstellen. En dus is Van Noppen weer de eerste. Dat is raar, hè? Gaat dus overduidelijk als eerste naar beneden. En Van Noppen, als ze uit een bocht komen, is Van Noppen ervoor. Dus hij is toch wel vinnig, Van Noppen. Van Noppen met beide knieën bepleisterd. En Van Noppen ook met de blote benen.
Renat. Van Noppen op de weg naar die vieze chicane net voor de materiaalzone. Kijken of ze er allemaal goed doorkomen. Behoedzaam manoeuvreren. Van Noppen, Nijs, Van Toerenen, Vervekken, Moeren, Komijnen. En dan de rest van het pak. De kopgroep van even snel tellen. 4, 8. Ja, ik denk Alfman en dan een kloofje. En het groepje met Groenendaal en Welles probeert weer aan te pikken. Het is een WK, dames en heren. Geloof me, dan kunnen de meeste 10% meer dan in andere crossen. En dat is zich hier aan het aftekenen. Er zijn erbij die gewoon de voorbije maand gezegd hebben, voort hè. Ja. Laat maar waaien. Bijna logisch, hè. Dus als je toch telkens geklopt wordt door één en Sven Nijs, dan gaat hij misschien speculeren en zeggen, nu alles op het WK, alles of niets. En toch kan nagenoeg iedereen zich daarbij neerleggen, mocht deze man wereldkampioen worden, in de wetenschap dat hij dat verdient. Heeft daar recht op, zeker weten. Moret hangt daar nog altijd tussen een vijftal Belgen. We zien Cadré ook nog altijd goed meeschuiven. En ook Page nog altijd. Dit is echt, dit is menes. Nu zit er inderdaad weer wat meer dash op. Dat plant zich dan toch weer wat snel neer, maar blijft goed tempo maken. En nu nog eens rukken. Ja, en in de... En nu Sven? Ja, je moet weten, nu komt zo'n goede stuk eraan. Van Noppen aan het wiel. Jawel, dat is treffen. Van Noppen aan het wiel. Jawel, al de rest kraakt bijna, maar Van Noppen niet. Dit doet verschrikkelijk pijn. En voor iedereen. En Van Toerenhout kraakt ook niet. Zlamalik wel. Dus, 1, 2, 3, 4. En dan twee stuks. Vervekken past niet. Hoogste punt gehad. Weer een ronde erop. Jawel. Gaan moeten risico's pakken. Sven Nijs. Ja, dat kan misschien straks allemaal in de laatste ronde moeten gebeuren. Hier is Groenendaal voor het Lask en Trappen. En Cadré en Bart Welles. Ja. En Van Gils. Blijft toch een beetje steken eigenlijk bij de personen waar het om zit. Dus terugkeren wordt heel, heel moeilijk voor Bart Welles. Jill en Linaar ver in de achtergrond. Nijs corrigerend. Dat Van Noppen daar zit. Mag niemand verbazen. Alleen hadden we hier toch wel gedacht dat Nijs, gezien zijn superioriteit van de voorbije weken, maanden, hier al lang alleen zou gereden hebben. En hij wordt nerveuzer met de ronde. Oh, weer wat bijstellen. Hij was nog een beetje straffer, dus dat was het voorwiel dat eigenlijk een beetje wegschoof. En dat is moeilijker te herstellen. Opletten toch in die afdaling, want het ligt daar vol wolfijzers. Weer naar het einde van de ronde, Renat. Ja, en Nijs probeert telkens weg te rijden in de afdaling, maar dat is hem nu minder goed gelukt door die slippen. En dan zien we dat de kopgroep in tweeën gebroken is. Inderdaad, nog vijf Belgen en een Fransman. En dan de kloof kijken naar die Zwitser. Die zit op 13 seconden met Zlamalik. En ook in dat groepje Groenendaal. Welles heeft hier voorlopig de rol moeten lossen. Wat is er gebeurd? Hier komt hij Welles door de materiaalzone op. Even kijken, 25 seconden weer. Ja, weer wat de Rijn moet de prijs geven. Misschien een beetje de logica en inspanning gedaan om wat van die achterstand goed te maken en daar nu weer een licht prijsje voor betalen. Is eigenlijk het verhaal van het hele seizoen. We zoeken wat Slovaken in de achtergrond, maar dit is het beeld dat ons interesseert. Samentroeping voorin. Vervekken op kop. De mannen van Rabo het tempo blijkbaar weer wat laten zakken. En dat allemaal op vier ronden van het einde. De ronde tikken weg natuurlijk. En de schade blijft ook voor deze jongens nog beperkt. Dus wachten op de man met de gifgroene helm. Hier is wel eens op. 20 seconden. Met Van Gils. En met Darius Gil. Hier komt nu Mlinar. 20 seconden op zich is niet veel, maar op dit parcours is dat oneindig ver. Vijf Belgen en een Fransman. Moeret is die Fransman. Hier wordt ook gevochten voor een plaatsje, hè. Het is een zenuwslag. Een echte battle. Van Noppen schuift op. Ze hebben Sven voorlopig op de vijfde plaats zitten. Dat zal hem toch niet echt zinnen. Dit is die verrassende Preslauer. Waar hebben ze die plots uitgehaald? Francis Moeret. De Fransman, generatiegenoot, leeftijdsgenoot van Cadré, elkaar een beetje waard. Alleen is die Moeret nog wat actiever op de weg. En heeft het ook al allemaal in de benen. En denk nu niet dat hij gaat kapot gaan, want die heeft ook behoorlijk wat fond hoor. De man van de La Française des Jeux.
Van Toornout. Ja, die weet natuurlijk dat zijn winstkansen groeien in een sprint. Ook Van Oppen is rap. Ook Komijnen is niet van de traagste. En wat dan gezegd van Verwekken? Amai. Het is maar een echte spurt is het in principe niet. Dus we hebben al een spurtje mogen bekijken gisteren. En wie dat begint, heeft veel kans. Maar je moet de rekening houden met supersnelle mannen. Zou dat toch wel lichtjes anders kunnen zijn. Inderdaad, dat was zo bij de juniores, waar Malacarne er alles aan deed om toch maar op kop hier in het stadion, het Bosenbachstadion, te komen. En dat lukte hem ook, ondanks een aanval van Taramarka. Dat zou ook hier wel eens het geval kunnen worden. Van Toornout aan het wiel van Nijs. De geëikte posities om wat te doen op tactisch vlak. Kijk, het tempo is weer wat gedrukt. En dan komt er volk terug. Hier stapt er eentje uit de race. Dat is Masciarelli. Van Toornout met de rechterpink aan de rengreep. Slippertje Nijs. Steeds meer foutjes, onzekerheden. Van Oppen die weer inschuift. Ja, die geeft niet af. Die blijft dus van positie schuiven. Vekken naar de kop, dat is om het tempo te drukken. Ja, en Komijnen ook nog hier langs rechts. Ja. Het is allemaal een beetje irritant voor de duo van Rabobank. Ja, dat is ene keer dat er ene tegen de grond gaat. En je wordt erdoor gehinderd. Dat kan al voldoende zijn. Hè? En zei ik niet, Groenendaal gaat hier niet meespelen. Wel, hij zit mee van voor. Renaat. Op weg naar de trappen met Komijnen, Van Oppen, Verwekken, Nijs en Moeret die opschuift voor Van Toornout. Dan Groenendaal die er inderdaad tussen zit met Fransen en Baumgartner. Dat is die Zwitser, die snelle starter bij de eerste ronde. En Welles, ja, die kijken we even. En komt hij eraan op 15 seconden. Hij is weer heel dichtbij gekomen, Bart Welles. Nog altijd de blauwhemden voorin. Nijs binnenkant bocht naar het wiel van Komijnen. Van Oppen die doorschuift. Al een hele tijd, een hele poos aan de kop. Groenendaal niet plots mee voorin. Die komt van ver, hoor. Maar goed, wat heet ver? Een volgend groepje hangt nauwelijks op 10 seconden. Dus als er van voor wat tempo uitgehaald wordt, dan zijn ze zo terug. Als ze nog één of twee bochten echt niks doen, ja, dan zitten er terug 15, 16 renners bij elkaar. Het is in elk geval razendspannend. Er zijn 7 seconden voorbij, nu 9 seconden en ik zie er 12 passeren. Van Gils die komt zelfs nu weer naar voren. En hier is wel eens op, tak, 14 seconden. Alweer kijkend naar beneden, hè. Er is iets niet juist met de versnelling. Hij geraakt er bijna niet boven. Verwekken gaat zich helemaal vooraan posteren. Tempo eruit halen, dan groeien zijn kansen. Dat tempo van Van Oppen, goed, dat kan niet aan. Renat. Bij Rijn Groenendaal, het waren 30 seconden voor Richard, maar hij zit aanval nu weer in die kopgroep. Aanval Nijs. Ja, hij zit er weer bij, maar ja, omdat ze van voren stil zijn gevallen, denk ik. Hij heeft me nog niet zo'n goede indruk gegeven, maar ja, misschien dat hij toch in de koers komt. Dat is natuurlijk hopen, maar ik denk dat je beter weet in. Dankjewel, Rijn. Aanval Nijs, maar het zijn en het blijven allemaal schuchtere aanvalletjes. Jawel, maar hij plaatst zich toch tussen, hè, Richard Groenendaal. Hier is Van Gils achter Gadré en Ryan Trebben. En daar komt nu Bart Welles. Het waren er 14, tak, 12 nog. Ja, het is een kwestie van ze echt in het oog te krijgen. En dat is voldoende om de knop om te draaien voor hem. Weer die laatste afdaling. Weer die venijnige plekken. Daar waar men ijsstukken, ijsblokken losgekapt heeft en zomaar op een hoop gegooid heeft op het parcours. Een parcours dat met zaagsel behandeld is, ook hier en daar wat zand uitgestrooid. Weer dat optrekken, altijd maar weer diep in de beugel. Het reservoir stilaan aangetast. Maar hoeveel volk nog samen, zeg? Ja, eigenlijk is het één lint. We kunnen alle podiumplaatsen bezetten, maar we kunnen ook naast de wereldtitel grijpen. Dat is duidelijk. Groenendaal gaat meedoen op een parcours dat er niet ligt. Dat is straf, dat is heel straf. Ik denk dat hij mezelf niet in geloofd had. Jesek Ausboer. En hier achteraan dan Jens Schwedler. Die zitten nu pas op het hoogste punt. We krijgen een man of 10 vooraan kop van de koers. Niet te doen. En Bartje Welles komt steeds dichter. Van Oppen bij het binnenrijden van het stadion. Renaat. Absoluut, Michel. En het wordt een kopgroep van 17 als het allemaal samenkoekt. En kijk, zo meteen zal Groenendaal daar helemaal in de spits van de koers komen. Ja, het ligt echt stil, hè, op de pist zelfs. Hè. Dus iedereen gaat terugkomen. Snelheid ligt hoog. Omstandigheden zijn er niet naar om veel risico's te nemen. We zoeken naar oorzaken van wat er hier allemaal gebeurt. Nog 3 ronden. Ja, nu trekken ze terug in gang natuurlijk om de posities in het veld te behouden.
En dan krijg je de indruk dat mannen als Van Noppen en Komijnen en Vervek een soort van gordijnen willen optrekken om te beletten dat er nog iemand wegraakt. Zie maar. 6.25, dat is de traagste ronde tot dusver. Ja, en gevaarlijk natuurlijk. Hè. Als dit gebeurt in een wedstrijd, als alles terug samenkomt en je moet knokken in elke bocht voor je positie, vroeg of laat liggen ze er toch tegen de grond en ja, dat moeten we proberen te vermijden. Nog 3 ronden in een superspannend WK. Het is nog straffer kost dan in Zolder en dan vorig jaar. Ja, dit is... Misschien zeggen we het meer, maar dit is gewoon de spannende koers dat ik gezien heb. Het meesterschap van Nijs van de voorbije dagen, weken, is in elk geval niet aanwezig hier. Maar als je slim bent, dan kun je ook op 85-90% wereldkampioen worden. En wat dacht u van Bart Welles? Hij zit gewoon in dit groepje. Hij zit op 5 seconden. Weliswaar in hetzelfde groepje, maar toch nog 5 secondjes. Daar komt hij. Naast Trabben en naast Van Gils. Ja. Opschuiven natuurlijk, dat is de boodschap nu. Hè? Ook Arnaud Labbe zit hierbij. Heb jij die ooit gezien dit seizoen? Nog nauwelijks van gehoord. Het is helemaal anders dan bij de belofte. Waar in deze fase van de strijd Zdeněk Stibar al lang kipkap gemaakt had van de concurrentie. Hier dan toch weer Nijs. Is dat nu zijn definitieve prik? Ja, het is toch wel een serieuze prik. Die moet de Vervekken uit zijn pijp komen. Ah, bij het aanvatten van de helling. Oh, oh. En sprintje, als hij dat nu kan doortrekken tot boven, dan heeft hij misschien een gat van een meter of 15. Maar hij kijkt nu al om. Waarom, Sven Nys? We zijn benieuwd. Als je zoveel zelfvertrouwen hebt, geef er een klets op tot boven. Duik dan dat gat in en trek nog eens door. Jawel. Ja, Vervek, het is niet groot genoeg het verschil. Hij kan het. Als dit goed afloopt. Dat is maar redelijk. Hij moet die onder druk zetten. Hij weet dat hij onder druk fouten kan maken. Hij heeft niet de behendigheid van Nys, maar hij krijgt er niet van af. Het is straf. Dit afdalingsje zou hem dus perfect moeten liggen en hij kan er niks mee doen. Hij gaat er ook vrij breed door de bocht. Die Texelse Vervekken. Vervekken, jongen. Je zit er weer tussen. Vervekken die van zichzelf zegt, mijn beste wedstrijd ooit, het WK in Zolder. Jawel, 2002. Mijn grootste ontgoocheling, datzelfde WK. Toen hij zijn ketting eraf reed. Een paar keer. En eigenlijk door pech teruggeslagen werd daarna. En hier gaat hij in de materiaalzone, net voor de trappen, probeert hij het nog eens. Sven Nys, weer een prik en heeft 5 meter voorsprong op Vervekken. Nu vliegen ze terug die trappen op. Voor Vervekken, Van Toerenhout, Groenendaal, Moeren, Van Noppen, Komijnen en Zlamalik. Fransoy komt er dan aan en Welles die heeft weer wat terrein moeten prijsgeven. Nu op de trappen kijken aan zijn achterstand. Exact 13 seconden bij het aansnijden van de trappen. En een val van Van Noppen. Van Noppen doet een knieval bovenop de trap en dat kan verdomd hard aankomen. Dat duurde lang hoor. Dat kan hard aankomen. Denk maar aan de val van Spijbroek bij de juniores, die inderdaad achteraf bevestigde. Dat was de plek waar ik een podiumplaats verspeelde. Vervekken die groeit. Van Groenendaal doet nog altijd mee. En dan Komijnen. Schitterende wedstrijd van Komijnen. Hier nog gaan eens we kijken naar Van Noppen. Ja. Ik denk toch ook stil aan vermoeidheid. Oh, dat zeker, hij pakt er ook 2 in eens. En misschien wel 3. En dan Zlamalik, die blijft standhouden. Dan Fransoy. Ja, nu komt het Nijstuk nog eens een keer. Hè? Dit is Vervekken. Vervekken gaat. Mm-hmm. De mannen van Rabo volgen. 1, 2, 3. Nijs, Van Toerenhout, Groenendaal. En dan Komijnen. Krijg je hier nu een definitief breukje? Zlamalik eraf. Ja. Mede door die val, die knieval van Van Noppen? Ja, dat breukje zou er al lang geweest zijn, maar het is afwachten. Ze vertrouwen elkaar niet. Hier maar, wel eens. Maar deze man op kop, daar moet je voor oppassen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn de eerste kandidaten voor de wereldtitel Vervekken en Van Toerenhout. Want Van Toerenhout die heeft een paar keer een bres gedikt, zelfs op zijn kopman, op Nijs. Maar die heeft eigenlijk voor de rest nog geen trap te veel gegeven. Niks. Slim dus, met andere woorden. Dat is ook koers. De man van Ronnie de Vos, die straks in maart in het huwelijk treedt. Het zou een fameus cadeau zijn. Nog altijd die technische behendigheid. Dat is nog altijd voortreffelijk.
Maar dan die vinnigheid, die explosiviteit die hij nog had in Hoogerijden, die is er vandaag niet. Het gaat een klein beetje minder. Hij is, zelfs als hij straks wereldkampioen wordt, net over de top, ja, conditioneel. Moeilijkste koers van het jaar, zullen we maar zeggen. Ook al wint hem, hè? Nog een moeilijke koers achter de rug. Maar het kan nog altijd. Liboton die heeft hierbij een verkenning, een eerste verkenning, spontaan gezegd. En sprint wordt het niet echt. Het wordt gewoon een hele laatste ronde volle bak sprinten. Tja, dan weet ik wel wie dat kan. Deze Erwin Vervecke kan dat ook wel. En gaan we nu echt naar de op 1 na laatste ronde. Nijs heeft nu weer een brest van een meter of 7, 8. Hij kan ze ook natuurlijk progressief killen. Altijd maar blijven aanvallen. En er is er iemand gevallen? Groenendaal is op zijn smikkel gegaan. Hier aan de overzijde. Bij het binnenrijden van het stadion. Ja, als de buitenlanders fouten blijven maken, dan gaan we toch die bovenste trapjes blijven bezetten. Hè? Nijs. En Vervecke daar naartoe. Ja. Ja. Vervecke stijgt altijd boven zichzelf uit in zo'n WK. Ook al, heeft met hem, ook al heeft hem een geweldig stuk voor de boeg, net voor de aankomst. Dus Sven, hij is elke keer redt hem er daarvan weg. Weliswaar niet veel, maar als je hem daar de laatste ronde het kan doen, ik weet het niet. Ik denk dat hem dat kan. Ik verwacht ook nog heel veel van Davy Komijnen. Die oogt zo vinnig. En hier is Bartje Welles op een seconde of 17. We zien Lask en Trabben die dan toch uiteindelijk plooit. Groenendaal is voorbijgekomen, ondanks die val op 16 seconden. Nijs met Vervecke. Schrijft Van Toenaert nog niet af. Hier Moeret met Komijnen. Nijs nu met zin voor risico. Vervecke blijft vast. Is het pedalen? Ja, ja. Groeit naarmate de wedstrijd vordert. Weer zo'n tussensprintje van Vervecke. Kijk naar die rondetijd, 5,58. Boven de 28 gemiddeld. Probleem is ook dat je hier, om de risico's te beperken, niet sneller kunt rijden. Dat kan niet. Je kunt niet rapper rijden. Als je rapper gaat rijden, moet je er rekening mee houden dat je kunt vallen. En ja, dan is het voorbij. Dus het is proberen de juiste snelheid te bepalen. Hij blijft ze nu onder druk zetten. Wipte bijzonder snel op zijn fiets naar die tweede balk. Hier dat ellendige opkantje, maar dat ligt nu behoorlijk bereidbaar. Dan met veel zin voor risico in een overigens zeer steile afdaling. Veel steiler dan dit beeld laat zien. Ja, is er nu wel aan begonnen. Hè? Dus daarstraks was het eigenlijk afwachten en laten terugkomen. Nu blijft hem een heel hoog tempo aanhouden. En dat zal toch wel te veel worden voor een bepaald aantal renners. Kijk naar dat grote frame van Trabben. Doet een beetje denken aan het frame van Ooidonk. Nog eens Nijs. Weer weg. 10 meters. En nu Erwin Vervecke. Maar dat op de trappers lopen, dat houdt hij niet vol. Maar heeft nu wel een gat. En gaat nu nog eens doortrekken. Ja, het is een kwestie van als Erwin kraakt, is het voorbij. Dus weg. En het is ook zo. Je moet ook altijd druk blijven zetten op dat achterwiel. Want anders gaat dat slippen. Hij geeft niet af, Erwin. Nee, met zijn grote plat als enige renner met een 48 rijden. Hij komt terug. Hij komt terug. Maar moet nu nog altijd sterk uit zijn pijp komen. Straks in die afdaling en dan in dat aanzetten na die afdaling. Dat komt erop aan. Van Toernout kraakt. Vervecke in een WK kraaien. Kraken beter. Kraaien ook. Nooit. Oeh, foutje Vervecke. Ja, ja dat begint natuurlijk. Hij moet ietsjes rapper gaan rijden. Staat onder druk. Tegen zo'n man van een... Ja, die dat echt wel de stielman is van de sneeuw en het ijs. 20 overwinningen dit seizoen. Je ziet die ene wonderoverwinning er nu toch aan te komen. Hij heeft nog één zakje last aan het wiel hangen. Ik had liever nog een seconde langer gezien. Sven ging... Kijk naar de blessure van Van Op aan het oog. Ja. Wellicht boven het oog, in elk geval bij die val, meer schade dan wij vermoeden. Renat. Vervecke en Nijs weggereden door die S-battementen. Maar Van Toerenhout is op komst. Op 4 seconden hangt hij dan Moeret op 6 seconden. Komijnen moet terrein prijsgeven. Nu nog 9 seconden voor het aansnijden van de trappen. De wereldkampioen kan het anders. Die moet je zeker bij dat vijftal zoeken, Michel. Het kan inderdaad niet anders. Paul. Ik wou net zeggen van, ik wou nog een seconde langer zien. Ik zeg Sven Nijs schuiven. En het was waar ook, de posities waren gewijzigd. Erwin is terug op kop. Dus, maar dat wil zeggen dat ze allebei fouten kunnen maken. Dus het wordt moeilijk. Het gaat in de allerlaatste ronde gebeuren, Renat. Het groepje met Van Oppen en Franso moet als kansloos ingeschat worden. 25 seconden de achterstand. En wat dacht u van Moeret? Vorig jaar werd Pontoni vierde. Waar kwam die plots vandaan? Nu moeten we dat zeggen over Moeret. Maar die komt niet uit het niets. Nee, die is Frans kampioen. En nu Erwin Vervecke. Je breed maken. Alleen is de weg hier niet smal genoeg. Amai. Hij kan er altijd voorbij. Maar hij heeft net die inspanning geplaatst, Sven Nijs.
Dus drukt Vervecke het tempo en komt Van Toornout weer terug. Ja, en Sven zal toch wel als eerste naar beneden willen duiken. Hè. Dat is zijn territorium, daar moeten ze afblijven. Renat. Nijs probeert en probeert, maar hij krijgt Vervecke er niet af, Rudy de Bie. Ja, Vervecke is ook de eerste, de beste in deze omstandigheden. Al meermaals bewezen op zulke parcours, heel sterk. Hij bewijst dit hier weer al vandaag. Dus ja, het is aan Nijs om zo hard mogelijk te maken en te proberen een metertje te nemen. Nu met drie Belgen, Van Toornout in een zetel natuurlijk. Ja, Van Toornout in een zetel, maar je ziet ook duidelijk als Nijs vol gas geeft dat Van Toornout toch ook iets te kort komt. Michel. Kijk naar het kletsen van de ketting hier bij Comijnen. In vijfde positie moet jammer genoeg Morel laten gaan. Hier wordt de tempo nog altijd wat gedrukt door Vervecke. Nijs denkt dus ik ga maar inschuiven. Ze kunnen het nu, als ze willen, slim spelen. Hè. Ze zitten daar met twee van Rabobank. Ja, maar die hele titel die laat niemand liggen. Dat zal de vrees zijn dus voor heel België. Hè. Dus gaan ze het proper spelen of gaan ze het op zijn, onder de ploegmaat verdelen? Weer zo'n mogelijkheid om te jumpen. Weer zo'n mogelijkheid om het tempo op te trekken. Maar hij houdt zich voorlopig wat gedijst. Op 6 seconden Moeré, maar u weet hoe dat gaat. In de slotronde, de op 1 na laatste ronde, is dat een pijnpunt. Amai, nog één ronde aan de finish. Dan krijg je die 6 seconden nog zo lastig dicht. En als dat dan gebeurt, dan weet je dat je bij de volgende sprong toch de pineut bent. Renat. Ja, de drie Belgen zijn het dan toch aan het doen. Ze rijden weg met z'n drieën, Vervecke, Nijs en Van Toornout. Want kijk naar de chrono, die telt de seconden af. En dan komt nu de Fransman Moeré voorbij op 6 seconden. En dan is het wachten op Comijnen. Die heeft ondertussen een achterstand van exact nu 12 seconden. Dit is een verschrikkelijk ellendige bocht. Alle voetjes los. Weer naar het stadion. Het zou wel eens kunnen dat het tempo er nu weer uitgaat en dat daardoor Moeré weer terugkomt. Hier Comijnen. Een thriller. Wie had dat durven denken? Een WK is altijd iets speciaals. Nog eens overleg. Hoe gaan we het flikken? Waar gaan we wat doen? Paul, jij bent crosser. Tja, hoe gaan we het flikken? Hopelijk wordt dat woord niet toegepast. Hoe wordt het gearrangeerd? Hoe wordt het geregeld? Vervecke trekt zich op gang, wil de kop niet meer afgeven nu. Hè? Erwin Kennende wil niet meer van de kop gaan. Ja, het syndroom van de laatste ronde. En dat weet de mannen van Rabobank. Hier komt Heine. In elk geval, het ziet er naar uit dat we 4 plaatsen van de top 5 gaan bezetten. En dat we het podium ook gaan bezetten, Renaat. Daar geloof ik in. Het gebeurt in de achtergrond, maar er is een valpartij van wel eens geweest bij het binnenrijden van de materiaalkosmos. Nogmaals. Sporen van vermoeidheid, mag ik dat zeggen? Ik vermoed het. Heel cruciaal punt ook daar. Spiegelglad. Je zou het moeten zien. Je zou het live moeten kunnen meemaken. Vervecke nog altijd op kop. Dan Nijs. Dan Van Toornout. Van Toornout die wat lager zit, daardoor makkelijk te onderscheiden van Nijs. Daar komt nu Moeré. Dat optrekken bij Moeré, dat is een beetje weg. Ja, Erwin trekt zich ook op gang elke keer. Hè, want de aanval, je weet nog wel, kalmthout. Eén klein gatje van 1 meter. En Sven Nijs was erin geglipt en was weg. Dus hij zit daar mee gevrongen. Dat klopt. Dat was daar bij de materiaalpost. Bij die zeer scherpe bocht waar Nijs toch nog binnen doorglipte. Ja, hij is er al over, hè. Ja, het kan nu ieder moment gaan gebeuren. Ja, dus omhoog hier, dan naar beneden en dan komt weer dat langstuk waar daarnet Erwin bijna kraakte. Als Van Toornout het ploegenspel wil spelen en als Nijs al kopman is, dan moet hij zich voor Vervecke zetten. Oeh, het tempo gaat toch omhoog. Zie je, zoveel meters weer. Ik herhaal, dan moet hij zich voor Vervecke zetten. In principe wel, maar wil hij spurten, is het slim dat hem daar blijft zitten. Dat klopt. En dat gebeurt vaak. Ja. Gewoon de Belgen vechten tegen één. Nog eens dat sprintje van Nijs. Is dat nu een sprint naar de wereldtitel? Weer achteruit gekeken. Dat doet hij toch zo vaak, hè? Hij geeft nog eens gas. Ja, nu is het de vraag. Lukt het wel in den berg af? Twee keer Brabander gekeken. Ja, ja. De vliegende Brabander. Hij neemt een meter of 10, 15. Dat plant zich nu weer neer. En dan oogt het weer wat moeizaam. Doet bij hem zelfs pijn. Dit is een beetje op zijn Vervecke. En komt hij dan nog eens terug? 1, 2. Daar 3. Duikt hij het gat in. Mag nu niet meer verzagen, want anders heeft hij het spek aan de broek. Je moet nu doorzetten, Sven Nijs. Vervecke geeft zich niet, plooit niet. Prachtige sport. Hij komt terug, hij komt nog eens terug. Hier is Moeré. Daar komt Vervecke. Voet los. Nijs speelt nu ridder of mis. Heeft hij nog over voor die laatste ronde? Opgelet, hè. Gevaarlijke bocht. 1, 2.
3. Ai. Van Toernout zet zich ervoor. En een afstopper heel in de belangrijk buurt. Moment. Heel belangrijk moment. Ja, en dat heeft hij moment. Nu gezien. Ja. En die moet hij doorzetten. Dat is eigenlijk toch, ja. Nu alles open. Een scoers. We gaan er niet over zeuren. Je kunt misschien zeggen flikken, Bloedmaats, maar Vervecke pakt zijn plaats al terug. Hij pakt zijn plaats al terug. Maar het is voldoende geweest. Dat was toch 2 secondjes. Dit is weer uitstekend. Mochten ze nog samenkomen voor Van Toernout. Kan zich nu weer aan het wiel zetten van Vervecke. Nu komt de sleutelfase. Nu staat het te gebeuren. Wie hier deze laatste strook overwint, dat stuk bergop, die wordt wereldkampioen. Ja. Hier deze passage nog maken. Afdaling. Nog perfect afronden. Jump omhoog. En dan weer er een klets op geven op dat laatste stuk vals plat. Dan word je wereldkampioen. En dan het langstuk recht naar de haan van een toren. Hier Komijnen. Hoogste punt van het parcours. Komijnen in 5e positie. Nijs, een beetje harkend hoor op dat laatste stuk. Maar een wereldtitel zit eraan te komen. Het is zwaar, hè. Je weet het Kijk zelf. Om. Het is zwaar. En wat heeft hij gezien? 4 seconden, zegt men daar. Hij is weg. Gaat nog eens op de trappers lopen. Hij snakt nu naar het einde. Maar weet dat die titel binnen het bereik ligt. Zwaar, zwaar. Het is vertrouw afzien. Het niet. Het is afzien. Het is zeker geen 110% de benen waar hij op hoopte. De benen ontploffen nu. En het is een verschrikkelijk spannende race geweest. En waar komen ze? Het is Vervecke die alleen komt. Hij vliert niet veel. Hij vliert niet veel. Op 2 seconden. Vervecke probeert nog. Oh, Erwin. Trekt zijn bek open. Heeft hem binnen bereik. En Van Toernout is weg. Vervecke, happend, snakkend naar adem, denkt ongetwijfeld terug aan Poprad, waar hij in de slotfase de duim moest leggen voor Mario de Klerk. Dat weet u nog. Toen werd er schande gesproken. Vooral van de kant van Vervecke. Gaat hij hier Nijs nu uw lik op stuk geven? Dit is Francis Mouret, de 4e in de race. Kunnen we alsjeblieft nu weer naar voren, want daar staat het te gebeuren. Ja, en het wonderstuk van Sven Nijs is nu begonnen. Dit stukje lust hem rauw. Maar mag nu geen fout meer maken. Moet niet met vol risico naar beneden. Wordt daar opgehouden door een gedubbeld. Oh. Zet zich op kant. Ja, en Erwin gaat hier ook nog eens tegenkomen. En waar blijft Erwin? Daar is hij al. Maar hij moet de voeten loshaken. Moet nu naar het wiel van Nijs. En dan een beetje een ongelukkig beeld van een paar achterwaaiende Fransen. Kunnen we alsjeblieft naar het stadion? Het gaat om de titel, hoor, meneer de regisseur. Nog 450 meter koers. Maakt een slipper. Maakt een slipper. Maar is dicht bij het stadion. Oeps. Vol risico Vervecke. Nijs daar de bocht al uit. Vervecke nog altijd op 2,5 seconden. Oh, zo spannend. Als hem recht blijft, wint hem. Is hem wereldkampioen. Wordt de beste man van het seizoen. Inderdaad wereldkampioen. Vervecke is er nog altijd niet vanaf, hoor. Laatste bocht. Hij is er nog altijd niet vanaf. Allerlaatste bocht. Hij komt op 1,5 seconde. En nu? Het is gebeurd. En nu? Plankgas geven. Hij heeft er al 20 binnen. Eindelijk. Hij heeft de superprestige zo goed als op zak. De Van Antwerpen trofee veldrijden heeft hij ook al zo goed als op zak. Hij is de beste in de UCI-stand. Hij moet nu eindelijk eens wereldkampioen kunnen worden. En hij gaat wereldkampioen worden. Sven Nijs, het is heel moeilijk geweest. Maar hij heeft het fantastisch gespeeld, hè, in een ijzingwekkende laatste ronde. Sven Nijs is wereldkampioen. Eindelijk gerechtigheid. Fan verdient. 1 Nijs. 2 Vervecke. Toch nog een cadeautje gekregen in de laatste ronde van Sven van Toernout. Maar dat is topsport. Dat is dan maar. Toernout weer op het podium, net als vorig jaar. 1 een Belg, 2 een Belg, 3 van Toernout. We bekleden, we bezetten het hele podium. De jongens, geef me lucht. Oeh. En hier komt Mouret. Als 4e. Die heeft een bijzonder fraaie wedstrijd gereden. Daar doe ik mijn klak vooraf. En dan nog een sprintje. Een sprintje voor de 5e plaats. Komijnen haalt het nog net voor Van Oppen. Ja. Van Oppen is 6e. Dus 5 Belgen in de top 6. Het is vergelijkbaar met vorig jaar. En dan krijgen we daar een sprint van Lask voor Fransoy. Dan Baumgartner van Gils. En dan bij de Fransen met het nummer 26 even spieken. Arnaud Labbe. Nijs. Ah, amai. Wat een koers, wat een koers. Hij heeft hem op zak. Zijn eerste wereldtitel bij de profs. Op 1 minuut komt nu Gadre binnen. Gevolgd door Zlamalik. En door Page. En dan die lange Trabben. Baal staat in lichte laaien. Ik zou graag een vlieg willen zijn. Of iets van die aard. Om eens even naar Vlaams-Brabant over te wippen. Amai, amai, amai. Er staat een reuzenscherm in de parochiezaal naast de kerk in Baal. Ik denk dat ze het kot daar aan het afbreken zijn. Het mag een beetje verdeeld worden. Dus het is 2 keer Bart Werrels al geweest. 3 keer Mario de Klerk. En nu eindelijk Sven Nijs. Komt nu Nijland over de streep. Die is
op het notaboekje van André Meegang lees ik dat af. 15e. Mlinar is 16e. En met het nummer 24, Durrepa, die is 17e. U zag ondertussen nog eens het slotgedeelte. Oeh, van dit ijzingwekkend. Het is een term die echt toepasselijk is op deze ondergrondparcours. En dan die Erwin Vervecke, toch een wereldkreur. Altijd bij een WK. Altijd. Je kan er veel op verwedden. Wil je prijs hebben in een weddenschap voor een WK, dan moet je op Vervecke spelen op het podium. De Knecht is 18e geworden. Daar nog het sprintje van Komijnen. Van Noppen toch nog vanuit de achtergrond teruggekomen. Ja, en gehavend als een oog. Hè. En Bart Welles is als 19e over de streep gekomen. Na een uur vol pech. Ja, dat mag je wel zeggen. Dus als je die een tegenslag gekend hebt, gelijk hij volledig mee in de koers, in de spits. En dan dat overkomen, een kettingprobleem. En Van den Berg is 20e. Kijk hier naar een ook al triomferende Sven van Toernout. Blij als hij is. De twee vrienden, de twee Svennen, kamergenoten. Samen in de triomf. Straks ook met volle teugen genieten op het podium. En zeg nu zelf, dames en heren, wie had dat durven voorspellen dat het op deze manier zou gespeeld worden? Oh, misschien veel mensen, maar Sven zal toch wel even door het oog van de naald gekropen zijn. Dus als je zo lang hebt moeten wachten, hij droomde ervan. Hij wou het niet, maar hij droomde ervan. Van een spannende koers en dan winnen. Dat wou hem. En hij heeft dat ook nog verwezenlijkt natuurlijk. Ja. Achteraf bekeken is het natuurlijk dat wat je moet hebben. Maar hij zou liever toch wel wat vroeger weggereden zijn, denk ik. Hij heeft hem te pakken. Ik denk dat hij straks ootmoedig zal toegeven dat hij vandaag geen... Ja, laten we het bij 100% houden. Maar als je slim bent, kun je ook een 95% wereldkampioen worden. Ja, en dat was vandaag nodig, aangezien de weersomstandigheden. En als je dat kunt, ook al heb je de sterke benen van die rustig te houden, en dat was vandaag echt nodig, dan zijn dat tenminste echt een hele grote. 2002. 2003, 2004, 2005, hier Bart Welles. Voor de vierde opeenvolgende keer bezetten we het hele podium bij de profs. Een straf. En het is nu al 8 jaar na 1 dat er Belgen op het podium staan. Minstens 1 Belg. Als je het lijstje overloopt, dan stel je vast dat alleen Groenendaal zich met de nodige hand- en spandiensten wist te verzekeren van een wereldtitel in 2000. Maar die Groenendaal was toen sterk. En Sven Nys, benieuwd naar die uitleg. Sven, congratulations for your gold medal. 8 years after your first win in the world in the U23 in München. Once again in Germany, you are the first one. Hij deed het voor het eerst in München. For me it's unbelievable. Belofte, ook al in Duitsland, nu weer in Duitsland. For the rest of my life, I come on vacation to Germany, I think. En ik ga voor de rest van mijn leven op vakantie komen in Duitsland. Well, it is the second time I get the world championship. Het is voor de tweede keer dat ik inderdaad wereldkampioen word. Ik ben dolblij. It was a very hard race, but het was een verschrikkelijke koers. I think the guy who wins the whole season has win today. Maar hij die het hele seizoen wint, the world championships, and for me is vandaag ook wereldkampioen geworden. Het is mijn 21ste overwinning. It's a dream. Het is een droom. That come true. En die is nu waar. You haven't been not only the man of the day, but the man of the year. Je bent niet alleen de man van de dag, maar ook van het jaar. Said to me that. Ja, daar mag je het wel over eens zijn, mee eens zijn. It must happen in this 1 hour. Iedereen gunde mij die titel wel, maar het moest wel in dit uur gebeuren. And, en ik ben blij dat het nu over is en dat ik met vakantie kan and gaan. And it's only your first title in the elite category, so we have to expect much more in the future. Mag je nu nog wereldtitels verwachten? But hij hoopt dat. I'm very happy with this world championships. Maar ik ben dolblij met dit jaar, met deze wereldtitel. My whole career is now... Wat nog komt, dat zien we wel. Maar ik heb nu al een prachtige carrière neergezet. Thank you and congratulations once again, Sven Nys, world champion in St. Wendel 205.